Op 8 augustus boekte Malik Urfen Sharif vliegtickets voor de volgende dag voor een enkele reis naar Islamabad, Pakistan, voor zichzelf, zijn vriendin Bainash Batul, zijn broer Faisal Malik en vijf kinderen. Na zijn aankomst in Islamabad belde Urfen Sharif het alarmnummer in Engeland en informeerde een agent dat ze naar zijn woning moesten gaan. In de vroege ochtenduren van 10 augustus werd het levenloze lichaam van de tienjarige Sarah Sharif ontdekt in de woning van Urfen Sharif in Horsel, Surrey. Sara's lichaam vertoonde tekenen van een gewelddadige dood. De Engelse politie werkt samen met Interpol en de Pakistaanse autoriteiten om de vader, stiefmoeder en oom van Sara te arresteren. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over Eervaak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek Eervaak.